Sinds vorige week geldt in België het terreurdreigingsniveau 3. Dat is hoog op een schaal van 4. Dat was geen beslissing van de regering, wel van het OCAT, een team van veiligheidsspecialisten. En zo moet het blijven, vindt De Waal. Wat ik nu hoor, is dat er een stroming is, ook binnen de regering, die zegt, je hebt OCAT. En die geven eigenlijk een soort van advies. En in de toekomst gaan we dat dreigingsniveau van OCAT dat OCAT suggereert, gaan we misschien politiek bijsturen. We gaan misschien, als OCAT zegt het is dreigingsniveau 2, gaan we misschien in de Veiligheidsraad met de minister beslissen dat de reden is om te zeggen dat wordt 3. En dat vind ik fout. De politiek moet er zich tussenuit houden, aldus De Waal. Anders loopt de regering een groot politiek risico. Dan gaan de mensen denken dat het vastleggen van het dreigingsniveau een politieke aangelegenheid wordt. En als dan bijvoorbeeld de politiek zou nalaten van het te verhogen, zou men gaan zeggen, regering, je hebt uw verantwoordelijkheid niet genomen. Als loyale partner in de regering stemde Open VLD ermee in om gewapende militairen op straat in te zetten. Ook hier is voorzichtigheid geboden, vindt De Waal. In tijden zoals we die nu meemaken, is dat gerechtvaardigd. Maar je mag van de uitzondering geen regel maken. Neem de militairen in Parijs, hebben niet kunnen voorkomen dat gebeurd is wat gebeurd is. Neem de onvoorstelbaar sterke camera-installatie die je hebt in Londen, aantastingen van het recht op privacy, en ze hebben niet kunnen voorkomen dat ook daar terreuraanslagen hebben plaatsgehad. Patrick De Waal weet waarover hij spreekt. Hij was zelf 5 jaar minister van Binnenlandse Zaken. Angst vreet de ziel aan. Dat is wat terroristen beogen. Eigenlijk een klimaat creëren waarin de angst gaat regeren en waarin dan de politiek zijn koelbloedigheid verliest en dan een aantal beslissingen in gaat nemen waarmee we eigenlijk de rechtsstaat die we kennen intern gaan uithollen. Dat is de mooiste cadeau die je hen kan doen. Dat mag je nooit aan toegeven.